Goedemorgen. Wij staan nu bij de Plaza de Armas te wachten op een stoertje. Ja, we hebben even wat te drinken gehaald. Dit is voor James. Dit is voor Randy met een E, bijna goed. Oh, nou, dat is netjes. Dat is netjes. Dus als het goed wordt, over 10 minuutjes opgehaald. We zijn benieuwd. Ja, ik hoop dat het goed gaat. Maar tot nu toe is het natuurlijk altijd goed te gaan. Dus... Ja. Ik zat te denken net, dat wist jij nog niet. Okay. Maar eigenlijk sinds het eerst, sinds Canada, heb ik het gevoel dat ik hier echt op vakantie ben. Ja, heb ik ook. Ja, ja. Gewoon omdat het zo'n leuke stad is, ja. Gewoon een beetje een normale stad. Het is gewoon een beetje warm en... Ja. Ja, ik heb dat ook. Oh ja, leuk. Arequipa is een leuke stad. Ja, je moet echt, als je naar Peru gaat, ja. Naar Arequipa. Ja. Mevrouw zei al tegen mij, die ik een keer sprak, Arequipa is heel erg leuk. Toen dacht ik, ja. Ik had het nog een beetje op Google gezocht. Ja, oké. Maar het is echt een leuke stad. Ja. Het is een hele andere sfeer dan... In Chili, ja. Of in de rest van Peru. Ja, zeker. Het is gewoon lekker rustig. Want gisteren hoorden we ook tijdens de tour dat Arequipa een beetje opstandig is. En altijd een beetje onafhankelijk wil zijn van Peru. Dus het zijn ook een beetje andere mensen, ja. Dan de normale. Maar daar bevalt me wel. Ja, ik vind het ook wel leuk. Prettig, ja. En het is ook een beetje Europees of zo. Dus ja. Er zijn Spanjaarden, hè. En er is veel te leren, veel te doen. Ja. Dus echt, Arequipa is echt, denk ik, het Rome van... Ja. Peru. Ja, zeker. Maar dan een soort nieuwe red. Of Madrid. Ja, ja. Ben ik nooit geweest, nee, ik maar ik ook me voorstellen dat het zo eruit. Waarom ben ik niet geweest? Nee, ik ook niet. Nee. Nou ja, nee. We gaan even lekker koffie doen. Ja. We zijn opgehaald. We staan bij het tourbureau. Het is nog even wachten voor we vertrekken. Het is even onduidelijk allemaal. Ja. Maar... Het is gewoon denk ik even wachten. Ja. Het is wel goed dat we opgehaald zijn. Zeker, ja. En bij deze gaan ze ook naar, bij deze tour agency, oh hij is er, gaan ze ook naar waar we morgen naartoe wilden. Dus dan kunnen we gelijk even regelen misschien. Ja, we gaan vanmiddag even regelen. Ja. Oké, we lopen door een soort canyon. Ja, hier stroomde vroeger dus het water doorheen. Was het een rivier. Dat is wel heel erg bijzonder dat wij hier dan, dat het nu echt super droog is. Ja, en het is soms wel 12 meter hoog. Ja. Het water was 12 meter hoog soms. Ook goed uitkijken waar je loopt. Maar het is wel erg bijzonder om hier te lopen. Het lijkt net de Grand Canyon ofzo. Ja. Erg mooi. En ze verkopen dus van die grote blokken, die maken ze vierkant, die verkopen ze dan 5 sol. Dat is €1,25. Per stuk. Ja, per stuk. Voor een hele grote steen. Maar je hebt er weinig aan, want het is heel erg koud in je huis als je daar een huis mee bouwt. Het is bestand tegen het weer. Ja, het is ook een bestand tegen het weer. Kijk, hier zie je van die gaatjes. Dat is van de regen die erin slaat. Ze geloven dus dat het geluk brengt als je die keien opstapelt. Zie je overal hier. Nou, we zijn klaar met de tour. Wat vond jij van de tour? Ik vond alleen het eerste stuk leuk eigenlijk. Ja, met de canyon. Ja. Ja, want daarna gingen we alleen nog maar naar waar allemaal sculpturen te zien waren. Ja, maar dat kan je helemaal ook zien. Ja, dat is een beetje minder, ja. Maar het was wel bijzonder dat we daar geweest zijn. Ja, en ik wou nog vertellen. Oh ja. Kijk, we werden opgehaald, toen moesten we nog allemaal andere mensen ophalen. Maar die gids had helemaal geen adres doorgegeven van een groep mensen. Toen zeiden ze niet bij die ze moest halen. Dus nou, hij die mensen gebeld, hadden we een uur rondgereden of zo, drie kwartier. Nou, eindelijk die mensen opgehaald, maar die gids kan er natuurlijk ook niks aan doen. Dus er waren een paar mensen, we weten niet
welke land ze zijn, uit welk land ze kwamen. Gelijk helemaal tegen hem schreeuwen van jij had het moeten weten en je kon er al een... Hey, dit gaat is jouw probleem. Even de parasol gaat naar beneden uit zichzelf, wacht even. Ja. Oké. Okay. Ja, het is jouw probleem. En ja. We willen wel de hele tour, want hij moest om 2 uur weer een andere tour geven. Maar ik denk, ja, als je zo boos wordt, hij kan er niks aan doen. Je hebt alleen maar jezelf ermee. Ja. Nou, helemaal boos, die mensen. Dus wij vermoeden dat ze nu naar het tourbureau gaan en even hun geld terug gaan eisen. We gaan nu even lekker lunchen. Ja, we gaan even wat eten, want ik heb best honger. Iets met paprika en groenten en kaas of zo. En een pizza die we delen. Ja, dus ik ben benieuwd. Als het maar snel komt, dan ben ik al blij. Op beeld zie je denk ik niet, maar het is een heel, oh ja, jij ziet een heel klein pizzaatje heb ik gekregen. En dit is een gevulde paprika. Dat nou. Is wat? Buf. Met ei, ja. Oké, okay. Nou, iets maar. Dat is... We hebben lekker gegeten. Ja, het is heel erg lekker. Ja. Op de gevulde paprika ook lekker. En we zaten te kijken, maar als je hierachter kijkt, die stenen, dat is van waar we vandaag waren. Ja. Het is eigenlijk helemaal niet zo goed materiaal. Nee, maar... het kan helemaal niet zo goed tegen de regen, want er komen er allemaal gaatjes in. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk, die hele... De stad is met dit gemaakt, dus dat is wel bijzonder. Ja. Ook leuk dat wij dat weten. Anders lopen hier gewoon. Ja, dan weet je dat niet. En hier gaan we. Het is wel meer wat wij niet weten. Het is wel meer wat wij niet weten. Hier kun je ook cavia krijgen. Je zag een plaatje hoe het eruit zag. Dit en was een hele. Vlees. En alpaca vlees. Okay. Ja, het is ook ergens. Nou, we zijn er weer een tijdje in de Airbnb. En Nena heeft eten gemaakt met wat we hier hadden voor het eerst sinds wij bij zijn, een airfryer. Ik denk sowieso het eerst dat jij. Een airfryer iets gemaakt heb. In mijn leven, ja. Ja. Patatjes. En je hebt geproefd, het is lekker toch? Ja, volgens mij wel. Nou, leuk. Ik heb best wel toch trek gekregen. Ik had eerst geen trek, maar nu wel. Jij? Niet echt, maar... Niet echt, oké. Ik moet toch iets eten. Ja, dat is zo. Ja, het is klaar. We gaan lekker eten. Nou, het is klaar voor vandaag. Ja. Morgen moeten we om 5 uur in de ochtend al opstaan. Want we gaan een tour doen. Het duurt de hele dag en we moeten 6 uur per plaats uit de armen zijn. Ja. En we weten nog steeds niet of er nu wel een taxi gaat of niet. Nee. Dat is nog even spannend. Anders moeten we lopen. Dan halen we het misschien wel. We moeten er 10 voor 6 zijn. Zie je morgen wel. Ja. Eerst slapen. Ja, tot morgen. Tot morgen. Doeg. Doei.